water, Jip, hè? Kom nou uit het water. Maar Jip vindt het zo lekker in zee. Ach, 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 hij wilde niet uitkomen. Oh, ben jij het, Paul? Hey, Wijnald. Hi. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Lekker weer, trouwens. Wat ben je aan het spelen? Jip en Janneke. Laat me los! Haha, mijn moeder legt hem op de handdoek en zegt... Jip, leuk. Kom je halen! We zitten nu in het gedeelte waar de officiële aardappelkelder was. Ja, en, merk je er nog iets van dat we hier aardappelen hebben gelegen? Ik ruik ze niet meer, maar je zit wel in een kelder. Dus je hebt een soort luchtvochtigheid die nogal hoog is. En die halen we met een afzuiging speciaal eruit. Hoe fijn is het om je eigen plek te hebben? Nou, ik word elke dag, als ik hier kom, zo blij. Dus dat is al voor mij gewoon genoeg. De plek Elswoud Theater staat in het Elswoud, in het landgoed Elswoud. In ja. De duinen onder de rook van Haarlem, waar ik zelf vlakbij woon. Dus ik ben zo thuis. Ik hoef niet, als ik hier mijn voorstellingen doe, zo ver te reizen. De plek, de bomen, het park, de natuur, nou, het is gewoon geweldig. En daar word ik rustig van. Dus ik denk, de kinderen die hier komen ook. Het is een mooie toegevoegde waarde, theater en natuur. Elswoud met de mooie huizen, maar ook met de geweldige vertelboom. Maar die laat ik je even zien. Want hier achter mijn huis staat gewoon Mr. Anansi zijn eigen vertelboom. Met een zetel in de Afrikaanse of de Afro-Caribische overleving. Zeggen ze altijd, een goed verhaal vertel je onder de boom. En een verhalen vertellen begint altijd met een liedje. En in Curaçao beginnen ze dan zo. Xiongnang turbin tinde, baupalu tamarijn. Amiting un quinta xiongarei. Nantia laga saku, xiongarei tin wowo skill. Xiongarei Arabia hopi, sutete marduga. Wil je de maaltijd met mij gebruiken, majesteit? Hè? Of ik wat wil, of je met me wil eten. Echt niet, zegt Janneke. Het hele decor is beschilderd door de kunstenares Wendela de Vries. En die heeft vroeger ook op Curaçao gewoond, net als ik. En die heeft in opdracht van mij twee delen van mijn jeugd weergegeven. De stad en het platteland. De stad met de bonte huisjes. En die zag ik vanuit mijn slaapkamerraam. En aan de andere kant zag ik de Knoekoe. En de Knoekoe is het platteland. En daar kon je de zee zien, maar ook de hoge cactussen, de stekelige planten. Cactus? Doet prik, 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 prik. Auw! Kadushi, tapika, tapika. Auw! Ik vertel Jip en Janneke vanuit mijn perspectief, uit mijn jeugd. Ik vertel bijvoorbeeld dat ik geloofde dat Jip door een cactushaag kroop. En dus allemaal stekels op zijn rug moest hebben gehad. Ja. En dat ze ook naar het strand gingen, net zoals ik elke dag. En, ja. Ja, en dan in die context plaats ik Jip en Janneke. En daardoor worden ze gewoon ook weer universeel. Want een vriend van mij vertelde dat Jip en Janneke uit Deventer kwam. En iemand anders zei dat ze uit Friesland kwamen. En ik hoorde ook dat de Chinezen denken dat ze uit China komen. Ja. Dus het was niet zo gek dat ik dacht dat ze uit Curaçao kwamen. Nee. Voor iedereen komen ze daar vandaan waar ze het verhaal gehoord hebben. Ja. En dat gegeven vind ik zo mooi. Kom, Jip, we gaan op avontuur. We gaan langs de geiten. Cabritus en geiten, die mekkeren de hele dag. Cabritus en geiten, die mekkeren de hele dag. Kom, we gaan nog verder op avontuur, Jip. Rennen! Hoe belangrijk vind je dat? Dat je dat op die manier kan overbrengen aan de kinderen hier? Ik denk dat, dan haal ik een slogan van Diekman aan de schrijver aan. Die zegt van, hoe meer je van andere culturen weet, hoe rijker je bent. En hoe beter je zelfbeeld kan bepalen ten opzichte van andere dingen. Mm-hmm. En deze tijd waren we echt alleen maar leven tegenover elkaar langzamerhand. En ik denk van, ja, nee, laten we verbinden en laten we luisteren naar elkaar. En met verhalen kan je dat prachtig en met voorstellingen zeker. Ja. En dan kan je iets nieuws ontdekken en iets nieuws vinden. En eigenlijk kan de wereld helemaal afspelen hier in dit theater. Het hondje kon alleen maar heel zielig kijken. En weet je hoe een zielig hondje kijkt? Zo.